Wij gingen samen met de gang naar het eiland. Dit ging alleen niet zo heel goed. Ik ga trouwens eventjes die pistool uit mijn warrenaar halen. Moet ik mijn pistool in mijn voertuig houden? Of zou ik mijn pistool in mijn appa weer leggen? Je kan hem dan overal in de stad pakken. Veel chillen. Ja, dat is waar. Alleen hij ligt nu wel in het noorden. Dat kan niet. Oké, nou dan weten we wat we even moeten doen. Neem die garage van Bark Polaris? Nee, want dat is het douanegebied. Ik kan het best... Ik heb hem volgens mij hier gepakt. Kan ik hem ook het best terugpakken. En dan rijd ik via roze dino zo helemaal terug naar de stad. En stel dat we die nodig hebben, dan kunnen we die gewoon niet gebruiken. Ik kom er nu pas achter, hè. Oh, dat is een koffer. Dacht het al! Ik zag hem namelijk al staan! Net toen ik de ANWB uitkwam. Ja, ik weet niet. Ik heb nog niet echt zo... Ik dacht dat het een unmarkt was. Oké, dus we moeten oppassen. Ik ga eerst even snel... We hebben trouwens nieuwe outfitjes gemaakt voor stream. Die zijn wel echt nice trouwens, deze. Ik ga even incognito. Even de porto in. Als het goed is, zit ik in de juiste porto, denk ik. Hallo? Yo! Heeft iemand wat te doen? We kunnen even eiland gaan, alsjeblieft. Ik moet even mijn pistool uit het noorden halen. Die ligt namelijk ergens in de auto, maar dan moet ik even gebracht worden door iemand. Kan dat? Kan je wel brengen. Ja, is goed. We zijn in het noorden bij Paletto. Als je daar nou heen. Ja, maar ik moet even met een andere auto, want anders zit ik juist met een probleem. Dus ik heb even iemand nodig die in de stad is, die me even kan liften. Waar ben je? Ik kan je wel voorhalen. Kan je mee zijn bank komen? Ik kom. Jo, is goed. Holy, holy! Hey, hey! Rustig aan, joh, gek! Oh, eens even! Zo! Jeetje! Deze man, wij speelt hij... Oh, rustig aan, gek! Niet te dicht bij mij. Ga weg! Neem afstand! Ga weg! Zo! Deze man is levensgevaarlijk. Deze man heeft een potato. Hij speelt... Wat?! Hij speelt gewoon op een tosti-ijzer of zo. Kijk deze man gaan! Ga weg! Ik vind hem eng. Ik vind hem eng. Ik ga weg hier. Ik vind hem heel eng. Doei! Ik vind hem echt heel eng. Ik ga je gewoon weg hoor. Kijk, kijk, kijk. Komt ie! Eina! Meest gefaalde streamsniper ooit. Wat is dit? Dit is de meest gefaalde... Hey, hey! Idioot! Dit is echt de meest gefaalde streamsniper ooit. Ik vind dit zo grappig. Oh, dat gaat wel heel hard. Het is net alsof hij er is, maar hij is er gewoon niet. Holy shit! Wat wil je aan doen? Ik ga stuk. Besef hoe deze man speelt. Gast, Tony! Tony! Bro. Ik hou echt zoveel van jou, hè. Hoe kan jij zo spelen? Mijn doel is om dit jaar nog de 70.000 abonnees te halen. Dus ik zou het super erg waarderen als jullie even willen liken en abonneren. Super bedankt. Yo, man. Ik ga even dat ding overzetten en dan kan ik komen, ja? Gaan we dit op eiland of... Ik zou niet weten. Hop. Dankjewel. Echt al heel lang. Kijk, dit ding. Klaar, jongen. Oh, het is echt heel lelijk al dat gele licht. Gadverdamme. Ik moet trouwens... waar ga ik trouwens heen? Ik moet even dat ding eruit halen en dan moet ik hem in de garage zetten. Klaas heeft nog best vaak die glitch. Dat als hij zijn pistol pakt, dat hij dan poelt, zeg maar. Dus ik ga even naar een unmarkt garage. Stel dat ik hem pak en hij doet toch zo gek. Oké, dan pakken we je pistol. Ik ga wel kijken wat Klaas aanraadt om te doen. Kijk, wat als het goed is, poelt hij nu... Nee, niet. Ja, Klaas heeft daar soms last van, man. Dat hij gewoon random uit je broekzak trekt terwijl hij hem niet uit je broekzak trekt. Net zoals bij DayZ. Dat ding schiet! Ik schiet, maar dat ding schiet niet! Gingen jullie al naar eiland? Laat mij weten als jullie willen, want dan ga ik wel met mijn heli. Ik ga Klaas even privé bellen. Kijk wat hij zegt. Klaas zegt dat ik het ga doen, of moet doen, dan doe ik het. Maar hij mag ook nee zeggen. Dan neem ik wel een knife of iets mee. Klaas! Nee. Yo! Als we zo naar eiland gaan, ik hoorde dat jij iets mee wilt nemen, of was je dat niet van plan? Ik wil op zich best iets meenemen, man. Oké. Okay. Ja, helemaal prima. Moet ik ook iets meenemen dan? Ja, wat je zelf wilt, maat. Ja, ik neem dan een Beretta mee. Dat is goed, ja toch? Heb jij zo'n rumpo? Ja. Oh! Dan is er helemaal niks om te stressen. Daarom, snapte. Nee, dat is niks om te stressen, man. Dat moet wel goed komen dan, denk ik. Weet je wat wel leuk is om te stressen? Oh. Is dat we het hebben aangekondigd nu. Ja, maar dat is wel waar. Maar goed, we gaan het zien, we gaan het zien. Ik heb namelijk vorige keer heb ik geen goede ervaring. Toen ging ik naar eiland gewoon jolo met wat vrienden. En toen hebben we een uur staan neus voordat we naar eiland gingen. Toen werden we opgewacht. Dus we moeten eigenlijk niet heel lang meer wachten. Nee, daarom. En ik ben gisteren al mijn Beretta kwijtgeraakt doordat ik door de vooruit vloog. Dus vraag ik hem liepen daar kwijt, dan weer op zo'n manier. Ik ga stuk. Okay. Nou jongens, sinds je bij deze gang bent, ben je wel iets meer soldaat geworden qua maps. Ja, maar dat komt ook omdat de jongens daar gewoon op ingaan. Top gang, ja, zo blij mee. Echt legends, man. Echt legends. We gaan EKJ nemen. Ik heb best wel, ik weet niet wat... Hoor deze mannen wat voor plannen ze aan het maken zijn. We gaan wel gewoon stikken bij elkaar. Doen we nou wel of geen Moreno kleding aan? Nee, weet je niet inderdaad. Nee? Oké. Ik zou zeggen van wel, maar de meerderheid zegt van niet. Dus... Oké, nou dan gaan we wel incognito. Hey, we hebben nog één plek in de hele bij casino. Ik ga zo met Klaas, dus ik kom niet. Ik rijd volgens mij achter jou dan. Oh ja, klopt. Gaan we naar casino dan? Ja, oké, top. Even snel naar boven. Yo, man. Boys, we mogen nog eten en drinken bij, want we kunnen niet halen op eiland, hè. Oh, heb jij bij, Klaas? Ik geef je een 3. Mijn stamina is bijna 0. Hey, hou even wat broodjes dan. Mijn heli, toch? Ja,
Ik kan niet pakken, als je pakt, dan gaat deze... Poel! Onthoud wie wie is, hè? Meer met vliegen, man. Onthoud wie wie is, ja, dat is wel een goeie. Ik was toch meer voorstander van onze eigen kleding, maar goed. Precies dat. Dit is echt kut, eigenlijk. Ja, ik zei het toch tegen ze, maar ja, ze wouden niet. Kijk, wat is er aan de ene kant, ja, maar aan de andere kant, wow, die gele outfit valt op, hè, bosjes. Dan hadden we allemaal eenzelfde outfit moeten maken, een groen of zo, weet ik veel. Ik denk echt dat we zometeen elkaar gewoon pijn gaan doen. Ja, dat zei ik ook al. Ik denk dat we beter hoe we nog wat kunnen doen. Wil je nu terug gaan om wit te gaan omkleden dan? Ja. Beter wel. Als jullie dat wat beter is. Ja, ik denk het wel, man. Ik zeg je eerlijk, ik denk het ook. Dan moeten we allemaal gewoon, ik heb zo'n groene camo outfit. Ik zou niet de gele doen, zeg maar. Ik zou wel een beetje... Ik heb een groene camo outfit, ja? Zet Eiland outfit. Van nooit gebruiken naar gebruiken. Oké, ga maar naar kledingwinkel. Ik heb een hele dikke. Dit is handig voor in de bosjes. Iedereen ready? Wat dan met een klaver. Oké, iedereen vuisten? Ja. Yo, zeg maar. En Klaas gaat hem weer trekken, let op. Oh nee. Dit is één, jongen. Wat? Kijk ons allemaal. Hij is niet helemaal vol meer. Dus, ik heb een jerrycan ook nog. Top. Oh ja, broodjes heb ik nog steeds niet. Kut, sorry. Oei. Maar dan ga ik even ergens stil hangen. Want we moeten wel met z'n allen aankomen op eiland, zeg maar. Ja. Ik zie die Swift vliegen. Die is van ons, toch? Denk het wel, ja. Lekkere komst dan. Ja. Wij staan te wachten. Maar ze zijn toch fijn met boven. Ja, dat dacht ik ook. Zijn jullie onderweg nou met de Swift? Want we zijn ja. Wij wachten eerst een beetje bij eiland. Gaan we rondhangen totdat jullie er ook bijna zijn. En wij vliegen achter jullie, maar ik ga wel onder de radar, want ik heb geen zin om jullie waren die super verliefd, ja. Die witte. Maar ik ga wel onder de radar, want ik heb geen zin om KLU op mijn nek te krijgen. Eigenlijk is het echt veel risico om dit te doen. Eerst moet je zorgen dat je niet wordt gepakt door KLU. En dan moet je nog op eiland niet gepakt worden. En dan moet je nog terug naar land niet gepakt worden. En dan wegleggen nog niet gepakt. We hebben lots als bek en dan wij terug. Top. Ik vlieg achter de Swift. Wel onder de radar blijven, alsjeblieft. Ja, ik ben onder de radar, maar moet even dat eiland weer een beetje vinden. Oh joh, pas op joh, gek. Moet ik hem in het begin landen of landen we gewoon op helipad? Einde vliegen, maar waar willen jullie landen? We hebben ook bij een grote haven. Ja, het ding is, wat moet doen, Klaas? Ja, maar veel mensen moeten nog behandeling nemen, hè. Veel mensen moeten nog behandeling nemen. Ik zou gewoon bij vliegveld landen, kunnen onze auto's tenminste pakken en dan kunnen we door. Geen vliegveld of einde vliegveld? Pak jij anders eerst, Klaas? Ja, Vlad. Oké, iedereen blijven zitten. Even wachten tot Klaas de auto heeft. Ja, Brumpo, hè? Dat is goed. Ja. Hallo? Zit ik vast? Oh, wat wel? Er een holster om? Ja. Hallo. Ik ben behandeling. Daar zijn we! Ik heb nog een smite voor iemand. Ik weet niet of ik voor die 1 en 2 kleine HP-klikjes moet doen. Ja, man. Doe maar. Ja, okay. Zekerheid is beter, man. Let's go! Ja, Wacht, Klaas, wacht op mij. Rijst naar achter. Holy shit! Wow, waar kwam dat ding vandaan, gek? Hands up deze guy meteen. Lekker diesel. Hey bro, daarom leven of je bent de volgende gedood. Wij schieten. Kom. Stap in. Oké, dat we het even weten allemaal. We gaan niet uitstappen zonder dat er iemand anders uitstapt. Ja. Als de bestuurder uitstapt of stilstaat. Ja, pak hem. Dat ben ik. Nu heb ik een staan nodig. Dat ding is het. Staan blijven, jongens, even uit de auto. Wie zijn jullie? Kom. Lips. Ik ga even veren. Ik ga je ook even veren. Ik doe gewoon wat wil doen. Miniaka. Is goed, jongens. Oké, hey boys, Miniaka, kleine haven, klem. Kom, snel. Waar? Help mij. Wacht, we missen iemand. Wacht. We missen twee man, ja. Hij gaat op de berg, zie maar. Daar gaan we. Daar gaan we. Uit de berg. Ik zie bijna niks, man. Het is zo donker op eiland. Waar? Muffetje is hier links. Kom in je rug, links. Dat is hier voor. Nee, links is mijn futje. Bij dingen hebben we allemaal schieten. Link, mijn futje. Onderweg? Laat iemand rijden die weet waar het is, joh. Ik hoor zoveel mensen knallen. Hier gewoon, langs die weg. Swift, waar zitten ze? Hier, zeg maar iets verderop hier links. Op de berg daar rechts. Rumpel. Ja, ik ben benen. Stap uit op deze gast. Hier is die kapatje, Rumpel. Achter hier, Rumpel. Ik heb het nodig nu, ik ben one shot. Achterkoop, met hem. Dekking achter dat hutje. Ja, ik ben one shot, ik kan niks, ik kan niet eens lopen, joh. Moet je pakken? Achter ons, achter ons, achter ons. Wij worden beschoten. Blijf staan. Ik ga jullie goed zetten. Hij is niet. Instant. Nu al? Ik ga jullie moeten shuffen. In het water, hij schiet nog steeds. Ik zit voor. Hé, ik rij. Je band is lek. We moeten nu een plek holden. Welke plek gaan we holden? Ja, airport. Einde vliegveld. Ja, kom einde vliegveld holden. Jongens, kunnen jullie... Leeft hij nog? Kom. Ik weet niet. Klaas is ook neer. Wij worden echt van 10 kanten gecounterd. Ja, jullie worden van kleine haven en... Hoe weten ze dat? Ja, bro. Dat is Sabine. Wat denk je zelf? Het is Sabine, volgens mij.
Kut, is Rick, band waar ben jij? Nee. Nee, hield ik wel vast van. Wat zeg je? Dat doe je niet vast. Nee. Wie leven nog? Wie leven nog? Wij. Tony, waar ben jij? Tony, waar zit jij? Wij rijden richting Grote Haven, man. Ja, waar ik rijd een beetje noorden richting eiland, ja? De haven zit boven jou, man, Tony. Ik weet niet of die eruit kan schieten. Ja, wacht even. Heb jij autowapen? Nee, hoor, ik heb pistool. Wacht even, waar zit hij? Bij hem zien? Ik zie geen. Nee, ik zie geen. Ik ben bij de hangar. Wij zien geen havok, man. Ja, bro, die porto wordt waarschijnlijk uitgeleverd. Ik hang. Iemand gooi een switch. Ik moet zo van naar die andere porto. Ja, hij gaat nou ineens heel hoog hangen. Switch porto, man. Ja, ik gooi wel nieuw voor die porto. Ik ben benieuwd. Tactische terugtrek, dat weet ik. Island 5. Helaas is down volgens mij. Wie is nog meer down? Hallo? Yo. Yo. Jij bent in principe safe, man. Er staat alleen de haven. Ja, kan ik die eruit knallen? Ja, ik heb... Ik zie hem namelijk niet. Niemand pusht je. Ja, niemand pusht je, man. Ik zie hier geen enkel voertuig in de buurt. Zou ik mijn heli pakken en gewoon weggaan? Of... Oh, dat kan niet, ja, volgens mij. Ik kan je pikken. Oh, ja, we moeten... Kan je ons niet oppikken? Kan je ons oppikken? We moeten hier weg. Ja, ik weet. Waar ga je landen? Ja. Allee, go. Ja? Ja, ik weet niet of jullie uit de heli schieten. Omhoog? Ja, probeer me naast die haven te vliegen, dan schiet ik hem eruit. Kijk boven ons, of ik niet tegen hem aanvlieg. Nee, vlieg links van je. Daar rechtdoor. Maar pas op, hè. Pas op dat je niet wordt gepakt vanaf de grond. Ik kijk nou onder jullie, kijk een beetje op de. Ik heb wel parachute. Vlieg hoog genoeg, want het is grote AK, bro. Ja, daarom. Maar jullie, bro, maat. Ik zei drie Yoshi-mites, ze lopen op elkaar te stikken. Ik zag al die supergenieten op mijn grote haven hangen. Ga beter naar landen. Waarom dash op iedereen van ons is dood, zo wat, gast? Einde vliegt wat. Ik ga niet 3 versus 10 of zo. Nee. Waar is die gast? Ik heb geen idee, bro. Ja, ik heb maar één plek in de heli, boys. Ik heb maar één plek in de heli nog. Ik heb Antoni en Rico getekend. Ik kom eraan. Waar is ik ben onderweg. Ik ben die zwarte Yoshi, maar ik kom nu aan. De hoes waren het droppen voor jou, man. Ik zie je. Jij rijdt daar links bij het water? Ja, dat ben ik. Dat zijn mij. Maar je rijdt aan de kant van het schip. Ik wil blaas. Ik heb nog steeds koude handen, maat. Je moet snel instoppen. Gaat gewoon goed, of niet? Kom naar ons. Nee, blijf maar waar je bent. Kom naar dat puntje. Op het strand. Ik heb iedere keer het gevoel als ik naar eiland ga, dit op stream. Ik weet niet, man. Wij hangen hier letterlijk. Tempo. Andere kant. Nee, stap maar in. Andere kant. Oh hij is mijn geshuft. God. Oh. Hij is automatisch geshuft. Yo. En nu naar land. Nu zou ik gewoon lekker, weg. Man. Twee minuten. Ik heb dit dus eerder gehad, hè. Luister aan. Ik begon te vliegen. Ik zie al 3 Yoshi-mites op elkaar stikken. Ik zie een superflito hangen bij Grote Haven. Die daar was geland. Nou, ik wist al genoeg, maat. Ook wel heel typisch dat ze allemaal met AK's zijn. Ik geloof dit soort dingen echt niet meer, Iemand van het stapel. Dit is gewoon fire. Ik heb dit nu 2 of 3 keer gedaan op streamen. Iedere keer als wij gewoon plannen om daarheen te gaan, worden we altijd opgewacht. Altijd. Hey, Tony. Ik ken die blazzypep. Ja. Daar zit ik in. Kun je daar iets insturen? Dat gaat dan moeilijk nu. Waar moet ik erin sturen dan? Zeg dat er grote AK's op eiland aanwezig zijn. Vraag dat even. Ja, is goed. Hij zit in het water, daarom. Ik weet dat ik naar eiland kom. Switch maar gewoon. Ja, switch. Hoe staat erin? Zet mijn casino, bro. Maar iedereen holst eraf trouwens. Ik ga wel mijn eigen waggie rijden. Bro, ik heb een shotje op mijn rug hangen. Ik weet niet. Hoe gaan we dat doen? Ja, drop dan Fireball Ball ofzo. Ja, bij de Fireball Ball inderdaad. Rustig aan. En ze hebben gewoon iedereen die bij 5 goed staat. Dat zou ik niet doen. Ik denk dat het echt kut, man, vergeleken met die Super Flito. Ja, hij is groot. Dit is echt een lomp ding. Hey, diegene met die grote ding, daar is het. Pak jij? Iemand pak even. Ik pak wel. Oh, die heeft een lampje. Kan iemand anders pakken? Pak. Mijn kleren allemaal uit hier. Ja. Basis. Laat me instappen. Yo. Het is altijd een korte avontuur als we naar eiland gaan. Het is dus 3 keer zo geweest. Heb jij ook deze appa? Ja, dat is deze appa die we gekanteld hebben, toch? Ja, daarom. Ja, dat is mijn appa. Oh, dat is ook van jou? Oh ja, tuurlijk. Ja, hier ben ik. Dit is toch die plek van die huiszoek. Ga jij maar naar binnen, zien we zo, ja? Ik heb hier enge nachtmerries. Oh ja, ik heb het hier en daar gehoord in de wandelgangen. Ja. Ik moet zo naar Eclipse, man. Ik kan hem ook in de auto dumpen. Wat is handiger, appa of? Appa. Ja? Auto is niet veilig. Oké, dan appa. Maar begrijp ik niet, want jullie zijn toch goed met CCF de enige keren dat jullie worden gekanteld. Knalt, zij misschien even terugpakken? Jawel, we zijn terug met zus, ja. Of wat? Ja, man. Waar is Jay? Oh, hier. Maar er was even een tijd dat we geen zaak hadden. Zit anders even niet in de porto, ja? Ja, ik zat nog verkeerde porto, sorry. Maar nu zijn we terug met mijn. Moet iemand outfit switch? Ja, ik doe mijn eigen appa wel. Jo, we gaan het zien. Ja, ik moet nog steeds die Beretta gaan. Of nee, toen ik met Prixie werd geript trouwens. Daar moet ik nog steeds even een Beretta van halen, man. Ik heb nog die Beretta die ik nu heb. En ik kan hem later altijd nog nieuw kopen. Dus ik ga eerst deze gewoon gebruiken. Maar ik heb dat geld van Klaas ook nog. We hadden die 350k gerefund gekregen. Was het CCF? Welke porto zit jij? Nieuwe niet porto. Zeggen. Ja, maar, huh? Wat bedoel je, nieuwe? Is er weer een nieuwe? Of wat? Ja, we moesten nog een keer switchen voor de zekerheid. Tony, kom eraan. Ja, kom eraan. 1 secondje. Wacht, kan je mij even droppen bij garage? Ja, man. Met z'n heli.
Wow, waar ben jij gestrand, gek? Wacht, doe maar bij helipad. Ja, ik ben gaan zwemmen, man. Helipad. Oh, wat? Ah, ik kom eraan. Ja. Op Engeland. Wat? Ja, hij denkt gewoon, fuck jullie, ouwe. Ik ga zwemmen, doei. Ah, nou. Nee, maar, ze waren mij allemaal omzingeld. Wat, echt? Je leeft nog. Oké, ik kom eraan, Wat de hel? Ik ben met de... Oh mijn god, Sim is gewoon... Hebben we Sim achtergelaten? Ah, nou. Oh, zeg je het niet. Yes, top. Thanks. Ik ga even Sim ophalen. Je kan ook die, je kan ook die zicht. Ja? Ja. Is deze van ons? Ja, tuurlijk. Ja, die is van ons. Die is van mij. Ik vlieg. Shotgun. Oh, die is van jou. Nee, open, open. Nee, we gaan Sim even ophalen. Ja, hij is open. Is hij op, Kijken of ik met dit ding ook daar ben je, Hey, ik weet niet wat jullie allemaal zeggen ofzo, maar CCF is gewoon, we zijn nog goed met hun. Zeggen dat er gewoon mensen moeten niet altijd van alles zeggen van, nee, we zijn daar niet goed mee als ze het niet weten. Ja, ik weet niet of we dat goed Ik wist het ook niet hoor. Ik dacht dat we niet goed met ze waren, maar we zijn dus wel goed. Maar ja, wat er ook al wordt gezegd op eiland, mag je in principe niet samenwerken. Je hoeft elkaar niet dood te knallen, zeg maar. Op die manier, dat valt niet onder samenwerken. Samenwerken als je andere mensen pusht. Ja. Of het kan goed gaan of het kan fout gaan, maar het is wel heel groot. Nee bro, het gaat gewoon goed gaan. Niet eronder, niet daar onderdoor. Wow. Oh joh, dit valt nog mee. Oh joh, ik kom eraan, Sim. Ja, wij zijn ook al op de weg. Ja, echt niet, wij zijn er eerder. Tony is weer aan het vliegen. We zijn er al bijna. Zal mijn worst wezen wie er is, als er maar iemand is. Worstenbroodje? Zal mijn worst wezen wie er is. Ik verstond het, ik kom eraan. Ook maar, oh. Straks gaan ze nog kallen. Ja, zweef niet boven, ik ga niet vliegen, ik mag nu even gaan landen. Zal dit ook lukken? Ik ben echt even, ik moet even wennen aan zo'n groot ding, man. Hij is groot, hè? Hij is lomp, het is echt insane. Ja? Dit ding is echt moeilijk om te vliegen, hoor. Dat is het voordeel. Het is een havok achter ons, een rode. Oh ja, tuurlijk. We zijn gekald in de Swift, denk ik. Ja, met deze kleuren. Niemand er al iets op zak, toch? Nee. Waar? Nou, dan komt het goed. Dood wil. Laat me heel even kijken of die volgt. Hey, ik wil ook niet dood. Daar van, maar... Ja, want we gaan wel iemand oppakken, maar... Ja, hij volgt. Of niet? Sim, had jij iets op zak? Ja. Oké, ja, dan is het totaal niet handig dat we die Swift hebben. Want volgens mij worden wij gevolgd. Want ik denk dat we zijn gekald met deze Swift, man. Ja, ben ik weer. Nee, wacht, hij vliegt door, Jan. Jij staat vliegdekschip of zo? Eerst sta je op een plek waar je makkelijk opgepikt kan worden? Nou, let ik op de deck. Oké, ik kom eraan, ja? En al volgt de hele schip gewoon eruit. Zie je een rode haven? Kom je heen of niet? Of is het een beetje mistig? Het is nogal mistig. Ik ben er, waar ben je? Waarom zie ik hem niet? Oh, daar. Ja, laat maar aan. Kijk even wanneer hij is. Yo, kom maar. Ik zie niks. Haven. Wel? Ja, knal maar. Ja. Knallen. Ik kan niet even de draak. Ja, kom. Kom je met een boot? Zie je met een boot ook? Bro, kom gewoon. We gaan nu weg, kom. Maar je wacht te lang. Je vliegdek, ik ga niet te lang blijven. Zien jullie hem nog? Ik zie hem niet. Ja, ik zie hem nog. Ik zie hem ook. We racen dat ding eruit, toch? Of niet? Met dit ding. Wat heb je achter jou? Wacht, Sim, kan ik jou droppen in hangar, of niet? Is dat handig? Ja, kan. Tony, als jij nog niet de parachute, anders kan je die juist geven. Ik heb hem, ja, tuurlijk. Slim. Sim, komt hij, ja? 1, 2, 3, 4. Ik zie hem nou nog niet, maar hij hangt er sowieso wel. Ik ga zo meteen ga ik ergens heel hoog, of ja, heel hoog. Heb jij iets om die AK te dekken die jij op zak hebt, of niet? Heb je iets om die AK te dekken, dat niet iedereen het op je rug ziet? Oké, doe dat even om, want dan ga ik zo meteen hoog vliegen. Ja, ik moet schieten, ik wel dealen, ja. Het duurt lang voordat ik kan schieten. Dat dan maar. Zie je hem nog achter jullie, of niet? Nee, maar hangt er sowieso wel. Zeg dat hij hem niet. Maar hij draait op. Leven jullie nog? Ja. Waar ga je parachuteren? Zie ik hem wel. Kijk eens heel ver boven je. Maar het wordt flink gemaaid nog steeds hier bij dan. Ja, volgens mij is het losgepusht ook. Ik weet dat het voor ons was. Ja. David, kan jij Sim oppikken met een auto? Ik ben al red, alleen moet zeggen waar die gaat landen. Dicht bij tunnels. Ja. Ja, dan blokkenpark ergens, denk ik. Die blokkenpark, hij heeft een mini-AK. Ja, dat is pak even gewoon een rustig plekje in de stad. Ik vlieg nog gewoon. En dan stuur je even Loka naar mij privé. En dan ga ik daarboven vliegen en dan zorg ik dat hij eruit komt, ja? Dan voel ik hem wel. Ja, stuur me naar Sim. Ja, ik kan hem niet meer zien, maar hij zal waarschijnlijk nog achter ons zitten. Maar door wie wordt hij gevolgd dan? Havok, weet ik op, maar weet u. Ja, ik kan anders ook een meespecten. Het kan niet de mensen zijn die jullie hadden gepusht op eiland. Want die mensen die jullie pusht op eiland zitten nu zelf in een feit hier. Ja, dan weet ik het ook niet. Maar David, ga jij klaarstaan? Ja, ik ben onderweg. Man kan nog niet denken van een man, komt het er wel onder. Nee, spring maar zo meteen gewoon uit met die parachute en ga maar naar David. Die parachute doet trouw ook niet goed. Ja, je doet gewoon linkmuisspier. Ja, weet ik, maar ik ken wel weer. Ja, als je niet wil, dan drop ik je gewoon op de grond. Nee, ik heb een scheid, joh. Ik spring er al, moet springen dan nog uit. Ik zie niemand boven, man. Goed niet, maar gaat nog hangen. Half gaat 120 euro maken. Sim, heb jij die GPS gezet? Ja. Nee, wij komen eraan. Waar staat hij? Een vijand tunnel daar boven. Volgens mij staat die marker nog op jou bij mij. Nee, deze staat goed. Oké. Die daar rechts de berg op, hè? Gaat dat bij jou ook? Wat bedoel je? Rechts de berg op staat. Ja, dan staat hij bij mij niet goed.
Oké. Rechts de berg op? Ja, rechts de berg op die tunnel naar boven. Dat tunneltje. Oh, ik weet het al. Ja, ik weet het al. Bij observatorium. Ja. Ja, oké. Ik drop jou gewoon op de grond, ja? Nog steeds niks? Ik zie niks namelijk. Holy shit. Holy shit, ja, wat zie ik? Nee, ik kom hier oh mijn god, ouwe. Wat? Er is vies hard gemaaid of zo bij die Finewood daarboven, man. Ik vloog er net langs per ongeluk. Kom maar, Maceman. Ja. Ik kan er wel Maceman doen, man. Is rustiger. Ik vind dat kut dat we Sim hebben achtergelaten, man. Hoe dan? Hoe hebben we hem achtergelaten? Jullie werden van twee kanten beschoten, maat. Van die berg. Ik zat ik zat er op. Ik zat wel eentje, die berg. We zaten gewoon vast vanuit elke hoek. Ze waren overal. Is hij er al dan? Ja. Laat maar lekker op mijn raam. Yo. Daphine, ben je meespank? Ik ben mees voor de... Oké, dan komt hij, dan ga ik naar beneden. Dan kan hij naar beneden komen. Gaat hij parachuteren of die lift? Ja, ik denk ik drop hem gewoon beneden. Oh, ja. Kom ik. Blijf maar staan. Yo, ga maar. Tempo. Subaru. Kijk wat hij doet. Rode Subaru, wat gaat hij doen? En een rode R6. Ja, what the fuck. Worden jullie gevolgd? Hou op hoor. Nee toch? Nee. Hij slaat af. Iedereen safe dan? Iedereen is safe nu, boy. Half. Zit hij nog achter je aan dan? Nee, maar ik denk trouwens geen kut van die half. Ja, maar ik zie niks in de lucht. Dus dat kan niet. Nee, dat is altijd wel hoor. Nee, dat kan nooit. Het hoogteverschil tussen Macebank grond en Macebank omhoog, dat kan niet. Dus die zit niet meer achter je aan. Oké, ik zet die hele weg, ja? Nou, goede pick-up gedaan. Aan een keertje beter. Bedankt voor het kijken naar deze video. Klik natuurlijk op een van deze twee video's, want die moet je echt gezien hebben. Vergeet verder ook zeker niet nog even te liken en te abonneren. Dat zou ik echt super erg waarderen. Ik zeg, zoals ik altijd zeg, dat is tot de volgende video. Fluister je later. Ciao, ciao.